hoe ben je aan die naam gekomen überhaupt? De brouwkeuken. Ja. Nou, we hebben natuurlijk twee keukens tegenwoordig. Want we hebben het huis van de buren erbij gekocht. Dus we hebben echt één aparte keuken om speciaal voor het brouwen. En dat is de brouwkeuken. Dus dacht, ja, dat is eigenlijk gewoon een perfecte naam voor mijn brouwerij. Ja. Dus, en de namen van de bieren. Dit bier is een bokbier en heet Bokbeslag. Ja. Dus het is ook altijd iets met koken, recepten, dat soort dingen. Nou, dit gaat helemaal perfect. Ik hoef helemaal geen vragen te stellen. Jullie vertellen het verhaal al een beetje. Dat is heel mooi dit. Hey, maar Nienke, inderdaad, je was het wel een beetje aan het vertellen, maar jij bent een brouwvrouw. Jij bent de enige vrouw in het gezelschap. In dit gezelschap de enige vrouw inderdaad. En hoe uniek is dat überhaupt in het wereldje, dat vrouwen brouwen? Er zijn meer mannen die brouwen dan vrouwen, maar er komen wel steeds meer vrouwen die ook brouwen. Ook professioneel gebrouwen door vrouwen uit Amsterdam en Den Bosch. Utrecht heb ik volgens mij ook een... En Brouwerij Vermeersen heeft ook een vrouw die... Dus ook daar zitten ze in de minderheid, want ze zijn er wel. Maar er zijn er niet veel. Maar jouw bier, dat heet de brouwkeuken? De brouwerij heet de brouwkeuken. En het bier heet Bokbeslag. Ja, en dat komt wel mooi uit, want het is hier bokkeriers. Het is allemaal bokbieren. Precies. En ik begreep al van Jacco, het speciale is dat het amateurs zijn en zelfs jij... Als toch professional, je gaat het ook weer op de amateuristische manier doen. Ja. Gewoon om tussen die brouwers. Het is toch best wel moeilijker eigenlijk om een amateur bier te maken dan gewoon in die brouwerij. Daar is alles beheerst en erbij gewend. En ik vond het weer verrassend moeilijk om gewoon een keer 80 liter te brouwen. Ja, is dat echt? Ja. Er moest echt op alles letten en het werkt ook gewoon heel anders. En er staat een brander onder en dit werkt op stoom. Ja, want het is echt met pannetjes en zo. Want ik hoorde jou dus net ook zeggen, we hebben thuis twee keukens. Want jij bent met Thomas, die heb ik ook wel eens gesproken. Die brouwt ook bier. Ja, klopt. Thomas Pillen. Hè? Ja. En moet ik me dan echt zo voorstellen, je gaat achter het fornuizen, je laat het allemaal indalen en reizen en gisten. Ja, een elektrische ketel waar we in brouwen. En het is inderdaad echt gewoon veel roeren zelf en ingrediënten erbij gooien, veel wachten ook. En hoe is dat dan zaterdag? Zaterdag is het Bokkeriers Festival. Ja. Daar komen natuurlijk heel veel liefhebbers op af. Die komen gewoon gezellig een biertje drinken, hapje erbij en muziek, neem ik aan. Maar geef jij bijvoorbeeld ook een demonstratie of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Mijn eigen bier te verkopen, net als de andere amateurbrouwers. Dus we hebben allemaal ons eigen bier mee, wat we gewoon dit jaar gebrouwen hebben en wat helemaal klaar is. Dus het is eigenlijk meer een gezellig feest? Of kunnen mensen, bezoekers wel degelijk zien? Het wel geschilderd staat met de bierdemonstratie. Dus die komen echt brouwen. En die komen met de club om te laten zien hoe er dan gebrouwen wordt. En dan kunnen ze dus de resultaten een paar meter verderop proeven. Ja, daar is natuurlijk nieuwsgierige aagjes, want dat doen mensen die nog nooit zijn geweest bij jou hier of bij jullie hier binnen gaan kijken. En dan ben jij ook nooit te beroerd om een beetje tekst en uitleg te geven, toch? Nee, nooit. Nee. Als er even de tijd voor is, dan zit ik met mijn klant aan tafel en dan proeven we samen. Dat maakt het hier ook zo gezellig. Ja, precies. Ja. Nou, en dat wordt zaterdag dus ook. Even korte details. Wat ook nog leuk is, de mensen die bieren proeven kunnen een keuze maken van hun beste bier. Moeten ze wel vertellen waarom. En degene die de meeste punten heeft voor zijn bier, die mag volgend jaar hier zijn bier brouwen. Oké, dus dat is een soort wedstrijd eigenlijk. Ja, hoe je het ook wil zien. Maar het is gewoon een compliment aan de hobbybrouwers die meedoen. Maar jullie werken wat dat betreft toch wel al vaker samen ook met upcoming artiesten en zo. Hè? Want net als Baardaap, die brouwt ook wel eens bij jullie. Terwijl, dat soort dingen, dat doen jullie wel vaker toch? Ja, superleuk toch? Ja. Het is natuurlijk als amateurbrouwer heel leuk om gewoon een recept gebrouwen te krijgen, niet zo'n grote volume, zodat er gewoon commercieel verkocht kan worden. Ja, kan ik me wel wat voorstellen, ja. Nou, dan mag jij nog even als afsluiter de dag zelf, hoe laat begint die, hoe laat eindigt die? Het begint om 5 uur en het duurt tot 11 uur en er is nog een barbecue met braadworst en rookworsten. Dus er is heel veel lekkere bieren, dus het wordt hartstikke gezellig. En vooral mijn bier. En Nederland kennende moeten we ook rekening houden altijd met het kan gaan regenen of dingen. Ik heb nog helemaal niet gekeken naar het weersbericht, maar... Er staan allemaal jakken, maar je hebt allemaal tenten en parasols geregeld. Dus precies. Dus geen excuses. Aanstaande zaterdag. Gewoon naar de Korte Geren en gezellig aanschrijven. Bokkeriers. Yeah, dat komt helemaal goed. Dank jullie wel.